Welkom bij deze vlog over Scheluinen. Ik ben Lisanne Lanser en dit is... Hans Mulder. Ik woon op het laatste huisje van Scheluinen en ik wil graag iets over Scheluinen vertellen. Het is zo dat wij, juist omdat ik in het laatste huisje van Scheluinen woon, vind ik heel belangrijk dat er donkerte is in de polder. Er is steeds minder donkerte. Dat is nadelig voor vogels en eigenlijk voor het hele leven in de polder. Tweede punt waar ik aandacht voor vraag, dat is naar elkaar omzien. Er is een buurman die woont een eentje verder bij mij vandaan. En omdat ik wandelen moet vanwege mijn gezondheid, zegt hij tegen mij: Hans, we moeten je kunnen zien. Dus je moet een jekje aandoen. Het is weer een teken dat de mensen op elkaar letten. En dat is wat het CDA ook voorstaat. We moeten elkaar in de gaten houden. Ik ben het helemaal met je eens, Hans. Dat is ook een punt wat ik heel belangrijk vind. Omzien naar elkaar. Als het gaat om veiligheid. Belangrijk. Misschien moeten we meer aandacht schenken aan buurtpreventie. Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Ambassadeurs zijn voor lief en leed in onze straten. Daar zou ik namens het CDA voor willen gaan. En als het gaat om veiligheid, denk ik ook aan de verkeersdrukte. En dat zegt Hans eigenlijk ook al. Het sluipverkeer in Scheluinen is best een probleem. Mensen die hard rijden, daar zou ik ook heel graag aandacht voor willen vragen. Dus, Hans, op 16 maart, dan is het verkiezingen. Ja, en het is van belang dat wij voor het CDA stemmen. Wij leven in de polder en we zijn er voor elkaar. En ja, dan stem je op het CDA. Absoluut. Op 16 maart. Lokaal, goed voor elkaar. Stem CDA.